Radio 1 Journaal. En we hebben dus weer één lijsttrekker van de dag. Dat is Jan Roos van VNL. Jan Roos. Goedemorgen, meneer Roos. Goedemorgen. Kijk, dan trap ik het toch nog weer een beetje in. Waarin? Nou ja, kijk, die afstand moeten we natuurlijk toch wel een beetje bewaren nu, vind ik. Dat hoeft mij helemaal niet. Noem mij gewoon Jan, Jurgen. Nee, maar we doen meneer Roos, hè? Oké, meneer Van den Berg. Ja, zeker. Ja, dat doen we wel. Want hij heeft hier heel lang rondgelopen natuurlijk bij die NPO. Heb jij die fragmentjes trouwens opgezocht van de tijd dat Roos nog verslaggever was bij Poont? Dat we dat zo even kunnen laten horen? Nee, heb ik niet. Nou, dan wil ik jullie feliciteren. Jullie zijn het eerste NPO-programma die dat niet doet. Ja, maar we hebben een andere verrassing mee. Oh, nee, mooi. Ik las wel vanochtend in de krant, inderdaad in het Algemeen Dagblad, een kop in het Algemeen Dagblad. Als rechtse politicus ben je altijd de lul. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, het is vrij simpel. Als je plaatsneemt in een programma als Buitenhof, Nieuwsuur of Jinek Pauw, waar ik alle drie heb gezeten, dan kom je niet echt in een warm bad binnen. Het is meer een koud bad vol met azijn. En er wordt alles aan gedaan om zo snel mogelijk je neer te zetten als een soort halve garen. En dat gebeurt bij links niet. Links krijgt alle ruimte om hun verhaal te vertellen. Ik bedoel, ik zat tegenover Pechtold. En het was een totaal vooropgezet plan om mij aan te spreken op mijn vroegere carrière. Hij kreeg zijn applausjes en mocht helemaal vertellen waarom hij zo'n fantastische peer was. En ik kan mezelf alleen maar verdedigen. En dat zie je dus dat als je rechts bent, dat je bij de NPO alleen maar te verdedigen hebt. Heeft het niks met uw vorige baan te maken? Heb Alexander Pechtold als veilingmeester en wethouder? Ja, nou kijk, weet je is, ik ben lijsttrekker van Voor Nederland. Wij hebben een ontzettend goed partijprogramma. Bij het CPB komen we er echt fantastisch uit. Kampioen economische groei, lastenverlaging, de veiligheid. Daar gaat het niet over. Het gaat alleen maar over een tweet die ik 4 jaar geleden naar Tofik Dibi heb gestuurd. En een fragment uit de radio van 5 jaar terug. Dat betekent namelijk dat ze namelijk op de inhoud van de politiek niet kunnen winnen. Dus dan gaan ze het over mijn verleden hebben, over of ik fatsoenlijk ben. Nou, ik kan u vertellen, dat ben ik per definitie niet. Ik wil het ook helemaal niet over het normen- en waardedebat hebben zoals het bij het CDA gaat. Ik heb het over de westerse waarden, over de gelijkheid tussen man en vrouw, homo en hetero, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting. Dat zijn zaken waar wij voor staan bij Voor Nederland. Maar niet of we een keer een flauwe grap maken. En overigens, het was een satirisch programma. Zeg, ja, ik weet dat links moeite heeft met humor te herkennen. Maar u vindt dus bijvoorbeeld ook dat de Telegraaf, die dan op een gegeven moment de aanval op Jesse Klaver inzet, dat vindt u dan eigenlijk ook niet kunnen? Want die halen er ook allemaal dingen uit het verleden bij. Nou, Jesse Klaver heeft zijn verleden mooier gemaakt. Ik kan mijn verleden bij Poont en Geen Stijl niet mooier maken. Ik heb ook nergens over gelogen. Ik neem het ook niet terug. Alleen, laten we eerlijk zijn. Ik ben nu lijsttrekker en politiek leider van een politieke partij van Voor Nederland. Dan kan je blijven zeggen, ja, maar je hebt 4 jaar geleden in een item van Po-nieuws, een satirisch programma, dit en dat gezegd. Maar zullen we het gewoon eens over de inhoud hebben? Laten we even kijken. Over die uitzending bij Jinek. Daar ging het op een gegeven moment over de veiligheid van homoseksuelen. Ik zeg, dat gaat niet goed in Nederland. Nederland is geen gay capital meer. Omdat het gewoon heel onveilig is geworden. Nou, Alexander Pechtold die begint mij aan te vallen dat ik wel eens iets over homo's heb gezegd. Maar laten we eens kijken naar het stemgedrag van D66. Mijn partij heeft bijvoorbeeld een motie ingediend om geweldprekende moskeeën te sluiten. Wat wordt er nou gezegd in die moskeeën? Gooi homo's met hun hoofd van het flatgebouw af. Wie stemde tegen? D66. Wij hebben een motie ingediend bij Voor Nederland om hier, we zijn nu in Den Haag, de samenwerking tussen gemeente Den Haag en de salafistische organisaties, bijvoorbeeld, die hadden patrouilles op een gegeven moment lopen, om dat stop te zetten. Wie stemde tegen? D66. Salafisten willen homo's vermoorden. Ja. Zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Ja. Bijvoorbeeld, mijn partij heeft gezegd met een motie, stop nou de subsidie aan organisaties die antisemitische geluiden laten horen. Wie stemt tegen? D66. D66, die laat joden gevaar lopen, homo's gevaar lopen, vrouwen gevaar lopen. Ja. Door, als je dat wil aanpakken, tegen te stemmen. Maar wel dan de grote vrijheidsstrijder uithangen bij Eva Jinek, omdat hij daar de ruimte voor krijgt. Ja. Maar goed, u gooit ook heel veel dingen op één hoop en maakt het wel heel erg kort nee, op de bocht. Nee hoor, het is niet. Want in die moskeeën wordt dat gepreekt. Ja. En dan moet je zeggen, dan sluiten we de tent, maar daar zijn ze tegen. Dus ze zijn voorstander van dat er in moskeeën wordt opgeroepen om homo's van gebouwen af te gooien. En noemen zichzelf wel een soort van gay-vriendelijk. En ik ben dat niet, omdat ik Tofik Dibi een nicht noem. Volgens mij heeft u nu voldoende ruimte gehad om hierop te reflecteren. Nou, ik heb mijn best gedaan om even tussen te komen. Ja, zeker. Nou, maar nu gaan we het hebben over de verkeers- en vervoersplannen van VNL. Dat doen we iedere ochtend, bespreken we dat met de lijsttrekkers, omdat wij een programma zijn van de ochtendspits. Mensen zijn op weg en op de weg of zitten in de trein. Dus de vraag, wat gaat uw partij doen om de files aan te pakken? Nou, we gaan in eerste instantie investeren.
We hebben een pot van 1 miljard voor infrastructuur. We gaan wegen aanleggen waar dat nodig is. Maar niet alleen maar in de Randstad, ook daarbuiten. Ik was 2 dagen geleden in Middelburg, Zeeland. Nou, voordat je daar bent, dat duurt even, want daar is gewoon nog geen snelweg naartoe gelegd. Ook dus, zeg maar, dat soort provincies, die moeten gewoon een goede infrastructuur krijgen. Wij zijn voorstander van dat je gewoon 130 op de snelweg mag rijden. Dat heet niet voor niks snelweg. Maar ook op de randwegen, dus rond Rotterdam, rond Utrecht, nou, rond Amsterdam? Nou, wij zijn geen voorstander van die 80 kilometer zones. Want daar moet je gewoon kunnen doorrijden. Maar 130? Of? Daar niet waarschijnlijk, hè, want die randwegen, er moet heel veel in- en uitgevoegd worden. Maar 80 kilometer op een snelweg, dat is niet snel. Maar op een normale snelweg moet je gewoon 130 kunnen rijden. Je moet gewoon door kunnen rijden en er moet genoeg asfalt liggen. Ja, want over dat asfalt nog even. Want ik lees allerlei experts die zeggen dat helpt helemaal niks. Er is de laatste tijd best wel veel asfalt bijgekomen. Er staan meer files dan ooit misschien. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de economie. Hè? Ik zou je vertellen, hoe groter de economie groeit, hoe meer files er komen te staan. En ik kan je vertellen, vanuit het CPB hebben we kunnen leren dat de plannen van Voor Nederland zorgt voor de allergrootste economische groei. Wat betekent ook dat de file-druk daarmee toeneemt. En dat kan je gewoon verhelpen met meer asfalt. Ik kan u vertellen, als je 25 auto's op één weg moet laten rijden, of je hebt een driebaansweg, dat is een groot verschil. Ja, maar meer auto's betekent, of meer asfalt betekent waarschijnlijk ook meer auto's. Dus uiteindelijk blijven die files dan toch, zeggen die experts. Ik zeg het niet. En het milieu en het klimaat? Dat is heel simpel. Daar investeren we ook geld in. Milieu en klimaat. Wij zetten bijvoorbeeld 1 miljard per jaar, 15 jaar achter elkaar, in een investeringsfonds om de transitie van duurzame energie te bewerkstelligen. Of tenminste van fossiele energie naar duurzame energie. Daar investeren we heel erg in. Maar wij willen wel kijken naar de realiteit. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar het Parijsakkoord en energieakkoord wat wij in Nederland hebben gesloten. Dat betekent dat als we in 2040 kijken wat dat heeft gekost, dan staat het op 200 miljard. Dat is zo'n 40.000 euro per gezin. En daarmee hebben we 0,0002 graden mogelijk minder uitgestoten. Nou, we zitten naast Duitsland, dus één wind uit het Ruhrgebied, dan is dat voorbij. Het is een ongelooflijke investering, terwijl je daar eigenlijk niks van krijgt. Wij zeggen bijvoorbeeld, investeer nou echt in duurzame energie. Windmolens bijvoorbeeld leveren niet genoeg op en kosten heel veel geld. Toch steeds meer leveren die op? Nou ja, omdat dat heeft met kwantiteit te maken. Hoe meer je er neerzet, hè, hoe uiteindelijk de prijs natuurlijk verlaagd wordt. Alleen daar zit een subsidie voor nodig. Terwijl je de energie niet kan opslaan als ze draaien. Als het te hard waait, draaien ze niet. En als het te zacht draait, kunnen ze niet draaien. Er zijn ook rechtspolitici die zeggen van ja, dat klimaat, dat geloof ik misschien allemaal wel. Maar het is ook goed om niet afhankelijk te zijn van de import van energie uit landen als Rusland, Saoedi-Arabië, waarvan je nooit weet of je daarmee in conflict raakt en die energie wel onze kant op blijft komen. Ben ik helemaal eens. Kijk, je moet op een gegeven moment van die fossiele brandstof af. Of het nou voor het milieu is, voor het klimaat is. Dan is het wel van de onafhankelijkheid voor dat soort landen. Maar als je ook eerlijk kijkt, de laatste tijd is er heel veel olie en gas gevonden. Bijvoorbeeld voor de kust van Canada, Amerika, Australië. Wij zijn niet meer afhankelijk van de OPEC-landen. Dat weten ze daar ook. Maar fossiele brandstof, die tijd is gewoon eigenlijk afgelopen. Je moet gewoon kijken naar wat is de volgende stap. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar thorium. Dat is een hele schone vorm van nucleaire energie. De thorium hoef je dus ook niet plutonium te gaan zoeken in de meest moeilijke landen. Dat ligt gewoon op het strand van Ameland. Dat zijn dingen waar wij in willen investeren in de toekomst. En dat je kijkt, wat zijn mogelijkheden? Windenergie en zonne-energie. Al zet je ons hele land vol met van die platen en die molens, kom je nooit veel verder met maximaal 50% van de energietoevoeging. Wat dat betekent, wat ga je dan met de rest doen? Nou, dat wordt meestal dan gewoon nucleair uit Frankrijk gehaald. Wij zeggen, laten we gewoon zelf transitie bekostigen met dat investeringsfonds, zodat we straks gewoon koplopers zijn in duurzame energie. Dat is gewoon een ongelooflijk goede investering, omdat het gaat uitbetalen. Zou je kunnen samenwerken met Jesse Klaver? Nou, dat wordt heel erg lastig. Want Jesse Klaver die denkt, als je Nederland maar volzet met de windmolens, dan komt het wel goed. Dat is gewoon uit te rekenen dat dat totale nonsens maar is. Maar het helpt wel. Meer. U zegt van ja, 50% van de energiebehoefte. Dat is toch al mooi. Ja, als dat alleen gebeurt. De investering is veel te groot ervoor. Kijk gewoon naar echte goede, duurzame energie voor de toekomst. Windmolens dat is gewoon niet de toekomst. Zonne-energie is niet de toekomst. Dat levert gewoon te weinig op. Sporen, hebben we nog niks over gehoord. Die laten we allemaal liggen. Oké. Nee hoor, maar kijk, nieuw spoor erbij?
Nee, dat gaat op dit moment gewoon goed. Het openbaar vervoer... Iedereen staat in de treinen. Ja, maar dat heeft niks met de sporen te maken. Dat heeft met het aantal wagons te maken. Ja. En daar gaat de NS over. Ik bedoel het in een wat groter verhaal. Ik noem dat het spoor. Treinen, het spoor. U zei meer spoor. Dus ja. Ik denk, ik wil regelen dat ik rails ga uitleggen. Het gaat ook over de treinen die over dat spoor moeten dan natuurlijk. Ja, wees dan eens duidelijk. Wat vindt u van de treinen die over het spoor gaan? Ja, daar moeten ze er wat meer bij in de spits. Ja, want dan gaan mensen niet staan. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Daar gaat de NS over. Het zou wel goed zijn als daar een keer op een klantvriendelijke manier naar gekeken wordt. En niet alleen maar naar hoe zoveel mogelijk geld te verdienen. Het is ontzettend belangrijk dat mensen met woon-werkverkeer ook gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. En een betrouwbaar openbaar vervoer. Dus schijnt het wel iets beter te zijn met op tijd rijden. Maar laten we eerlijk zijn, het zou toch zo moeten zijn dat forensen kunnen zitten. U pleit voor echte liberalisering op het spoor. Dus de NS moet meer concurrentie krijgen. Dat lijkt me sowieso verstandig. Op sommige plekken moet je niet per definitie aan die marktwerking denken. Als je kijkt naar de zorg bijvoorbeeld. Dat heeft tot nu toe niet opgeleverd wat men dacht. In Engeland hebben ze ook marktwerking op het spoor. En ja, dat pakt daar niet altijd even goed uit. Nee, maar goed, kijk, je kan altijd voorbeelden uit het buitenland nemen waar het niet functioneert. Maar er zijn ook voorbeelden waar het wel functioneert. Laten we eerlijk zijn, het is gewoon heel erg belangrijk dat als jij concurrentie hebt, dat je bijvoorbeeld kijkt naar de kosten, maar bijvoorbeeld ook naar die klantvriendelijkheid. Als je nu ziet dat die treinen gewoon tekort zijn, waar meneer Van den Berg net al over had. Ja, dat komt omdat er geen concurrentie is. Want als de concurrent namelijk gewoon ervoor zorgt dat je wel lekker gaat zitten, dan is de keuze vrij makkelijk. Mag ik nog even we doen even een vraag van een luisteraar. Want die hebben gereageerd. Marwan Engels zegt hier: u zegt dat VNL de stem van Nederland is. Om erachter te komen wat deze stem is, moet u het volk ondervragen. Welke maatregelen heeft u al getroffen om nou te weten wat we Nederland vinden? Nou, ik heb nooit gezegd dat VNL een stem van het volk is. Ik vind namelijk dat partijen die claimen voor het volk te praten, die hebben nogal een grote broek aan. Zeker een partij zoals die van ons. Wij halen 3-4 zetels. Dan kan je moeilijk zeggen dat je voor het hele Nederlands volk spreekt. Dus dat is per definitie niet waar. Maar het verschil is wat met veel lijsttrekkers in de politiek. Is dat ik ben nooit lid geweest van een politieke partij. Ik ben er ook niet mee geboren met een lidmaatschap, zoals de meeste lijsttrekkers. Ik heb gewoon in de samenleving gezeten. Ja, dat weten we. We hebben het er in het begin over gehad. Nee, maar dat is een groot verschil. Ik kom in het café. Nou, ik weet bijvoorbeeld van Diederik Samson. Die heb ik een keer geïnterviewd in mijn tijd bij Echte Jan, Radio 1. Ja, die zei, ik ben al nooit in het café geweest zonder dat ik daar een politiek praatje moet halen. Nou, dat is toch een verschil van doen. Ik weet wat er speelt. Ik heb in Amsterdam in de slechte wijken gewoond. Ik heb in dorpen gewoond. Ik weet wat er gaande is in de samenleving. En dat is heel belangrijk. In het verlengde van die vraagsteller, u was natuurlijk wel heel erg betrokken bij dat Oekraïne-referendum. Hè? Ja. Dat was een groot succes. En veel mensen op de been gekregen daarvoor. Als u dan nu met één zetel in de peilingen staat, dan valt dat toch wat tegen. Nou, ten eerste die peilingen. Ik moet er voornamelijk om lachen en soms ook wel om huilen. Maar niet omdat wij er zo slecht voor staan, maar omdat het gewoon heel ver van de realiteit afstaat. En dat zijn dezelfde peilingen. Maar dat zijn altijd die politici die niet zo opstaan. Nee, maar u moet heel goed beseffen dat afgelopen jaar we voorbeelden genoeg hebben gehad. Hillary Clinton zou met 98% zekerheid winnen. Met twee vingers in de neus. Brexit zou nooit doorgaan. De opkomstdrempel van de Oekraïne-referendum zal nooit gehaald worden. Die peilingen die worden gehaald onder bepaalde mensen. Maar ze zitten er standaard naast. Wij halen meerdere zetels. Je ziet bijvoorbeeld bij een peiling niet zo heel lang geleden, er gaan er 5 af bij de PVV, eentje bij de VVD. Nou, dat zijn 6, laten we zeggen, rechtse zetels. Waarvan de helft naar de Partij voor de Dieren gaat en eentje naar Jesse Klaver. Dat is totaal ongeloofwaardig. Dus met die peilingen doe ik echt werkelijk helemaal niks. Maar even antwoord, tweede deel op uw vraag. Ik was campagneleider voor het Oekraïne-referendum. Hebben we heel veel mensen op de been weten te krijgen. Maar niet mensen die per definitie alleen maar voor Nederland stemmen. Ja. Dat was een maatschappijbrede coalitie van verschillende partijen en organisaties die tegen dat rare associatieverdrag waren. Ja, u zegt heel vaak van, nou, ik was natuurlijk bekend nog steeds bekend van radio en televisie. Een grote achterban. Het moet toch wel heel gek lopen als ik niet 60.000 mensen ga vinden die op mij willen stemmen.
Nou, ik kan u vertellen... Maar een stem is natuurlijk wel wat anders dan zeggen meedoen aan een referendum... of u enthousiast groeten op straat als u tegenkomen. Dat is zeker waar, maar ik kan u vertellen... Voor Nederland gaat een hele goede uitslag neerzetten. Wij worden, denk ik wel, de grootste verrassing van deze verkiezingen. Maar dat kan je bijvoorbeeld kijken naar... Als dat niet gebeurt, is dat dan een klap voor uw ego? Dat het dus met het Jan Roos-effect... Ik heb niet zo'n bijzonder last van mijn ego, kan ik u vertellen. Kijk, ik was hiervoor al bekend. Ik was hiervoor al... berucht en beroemd. Dus het is niet zo dat ik dit nu doe... omdat ik graag meer mensen een handje wil geven. Nee, dat is ook niet omdat ik meer wil verdienen, want dat is ook zeker niet waar. Ik heb een heel groot risico genomen om dit te doen. Omdat ik met volle overtuiging de politiek in ben gestapt. Omdat er problemen zijn in Nederland. Immigratie, integratie, veiligheid, belastingdruk, de Europese Unie. Dat zijn echt problemen die ik wil aanpakken voor de toekomst. Ik heb 3 kinderen. Voor hen doe ik dit. Niet voor mezelf, want ik had al een heel fijn en goed leven. Trouwens, het was heel grappig, uit de CPP-doorrekening is de VNL... CPB. CPB, wat zei ik? Ja, CPP of zo. Oh, CPB, sorry. Ja, heel goed. Nee, ja, vanmorgen zei al op de radio dat 38-38 in de Eerste Kamer was... terwijl er 75 zetels zijn. Hij is scherp, hè? Ja, nou ja, dat moet iedereen even doen vandaag. CPB, ik deed even een henkrolletje. Het Centraal Planbureau. Nee, Henk zou dan zeggen het CBS of zo. Ja, CBR. Maar goed, op het punt van inkomensongelijkheid... die neemt het meeste toe bij VNL. Ja. Is VNL een partij voor rijke mensen? Nee, dat ziet u verkeerd. Wij zijn een partij voor mensen die ambitie tonen en aan de slag gaan. Dat betekent, als je thuis blijft zitten omdat je dat graag wil... dan wordt het verschil met mensen die aan het werk gaan veel groter. Dat komt door ons belastingplan van een vlaktax van 25% inkomstenbelasting... Met in de eerste 10.000 vrije voet. Dat betekent namelijk dat als je aan het werk gaat, je meer geld in je zak houdt. En als je thuis op de bank blijft zitten, je... eigenlijk net zoveel in je zak houdt als nu. Dus wij denivelleren, maar niet door de armen naar beneden te duwen... maar door mensen die aan de slag gaan, die meer geld in hun zak laten houden. Dat is wat het is. Ik vind het ook een hele gezonde situatie. Wat je nu vaak ziet, is dat mensen die zeg maar, in het lagere segment werk doen... Netto minder overhouden dan mensen die de hele dag op hun gat zitten... te zeppen met een uitkering en allemaal toeslagen. Daar moet een einde aan komen. Er moet een prikkel zijn om aan het werk te gaan. En dat is echt alleen maar gezond. Echt een politicus, heb ik gehoord. Zeker. Jan Roos, lijsttrekker van VNL, hartelijk dank. Voor ook bedankt. We gaan kijken hoeveel files er staan deze ochtend. Kijken of dat asfalt een beetje geholpen heeft.